jou komen, hoor. Ja. Hi, ik ben Denise. Ik ben kattengedragstherapeut en gedragsbioloog. Ik deel mijn kennis met katbaasjes zoals jij, die hun kat hun allerleukste leven gunnen. Ik krijg deze maand regelmatig vragen over hoe je nou precies een hele sterke band met je kat opbouwt. Veelal zijn dat mensen die net een kitten of kittens hebben aangeschaft. En een band opbouwen met je kat doe je natuurlijk door contact met hem te hebben. Onder andere fysiek contact. En het vragen van consent, oftewel toestemming in het Nederlands, is natuurlijk een veelbesproken onderwerp in de menswereld. Maar ook in de kattenwereld is het een belangrijk iets. Want ook katten zitten er niet altijd op te wachten om geknuffeld, opgetild of geëit te worden. En katten hebben ook gewoon een eigen wil. En het is wel zo fijn voor je kat als die wil gerespecteerd wordt. En de kat zelf kan kiezen wat er met zijn of haar lijfje gebeurt. En uiteraard heeft elke kat ook zijn eigen voorkeuren wat betreft fysiek contact. Want ik kan Juni best flink aaien. Terwijl als ik Wonka zo stevig zou aaien, dan hangt hij gelijk in mijn arm. Want Wonka die raakt veel te snel overprikkeld daardoor. En dus daar moet het juist heel langzaam, rustig en zacht. Dat laatste, dat vinden de meeste katten overigens het prettigst. Juni is eigenlijk meer een uitzondering dat hij zo stevig geëit wil worden. Dus ze verschillen daar enigszins in. Maar er gelden ook algemene principes voor het omgaan met katten. Die ervoor zorgen dat katten zoveel mogelijk plezier beleven aan de interacties met ons. Dat betekent onder andere dat je katten alleen op de plekken aait waarvan we weten dat ze dat het meest prettig vinden. En als je je dan houdt bij de kop, achter de oren, bij de wangen onder de kin en rond de nek, dan zit je eigenlijk altijd goed. En dat betekent ook dat je plekken vermijdt waarvan bekend is dat dat de minst favoriete plekken van katten zijn om geëit te worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de buik, de staartbasis en de poten. Dit gaat toch nog heel vaak mis. En verrassend genoeg gaat het vaak mis bij mensen die zichzelf juist bestempelen als heel ervaren. Mensen die al jaren katten bezitten, zo bleek uit een studie uit 2022, die zijn nou juist eerder geneigd om katten te aaien op plekken waarvan we dus weten dat ze dat niet zo prettig vinden. Zoals dus in die buik, de staartbasis, de poten en langs de rug. En in deze studie werden 120 mensen gevraagd om interactie te hebben met 3 katten uit de ketterie die ze niet kenden. En ze kregen de instructie dat ze de katten naar hun toe moesten laten komen. Dat is altijd een goed idee. Om de keuze bij de kat zelf te laten. En vervolgens om dus interactie te hebben met die katten. Zoals ze zelf thuis ook interactie met hun eigen katten hebben. En de meest ervaren kattenbezitters die gaven dus gek genoeg de kat ook de minste controle en de minste keuze in de interactie. Ze raakten de katten ook het meeste aan. En natuurlijk is dit 1 studie. Maar toch blijkt uit die studie dat we als mensen eigenlijk niet zo goed zijn in het aanvoelen wat katten nu precies het meest prettig vinden. We moeten daarvoor echt onze mensenbril afzetten. Juist de kattenbril opzetten. En dus afgaan op wat die katten zelf vertellen in het wetenschappelijke onderzoek.
En nu plant ik zelf ook echt wel eens ongevraagd een kus op een kattenbolletje. Gewoon weg omdat ik mezelf ook niet altijd kan inhouden. Maar ik denk dat in 98% van de gevallen of zo, ik toch echt de keuze laat bij de kat waar ik de interactie bij heb. En als mijn katten aangeven dat ze er niet zoveel zin in hebben, dan aai ik ze ook gewoon niet. En ik weet niet of het je is opgevallen, maar meestal is het dus zo dat katten nu, zeg maar in de herfst, niet weer kouder wordt, dat ze dan knuffeliger zijn als met dat hele warme weer. En katten zijn echte warmteliefhebbers, dus ze zoeken ook echt tijdens de koude warmte op. En jouw schootje is gewoon lekker warm. Dus vandaar dat ze, als het kouder wordt, knuffeliger zijn. En over de koudere maanden gesproken, als je je kat nou een extra lekker warm, comfortabel plekje gunt, dan moet je zeker een kijkje nemen op de webshop. De mandjes zijn van hele hoge kwaliteit en voldoen natuurlijk aan de wensen van je kat. Dus de kans is ook groot dat je daar het lievelingsmandje van je kat gaat vinden. En het mooie is dat katten met superveel dingen heel subtiel zijn qua lichaamstaal en gedrag. Maar als we het hebben over het toestemming geven om geëit te worden, is dat toch eigenlijk wel heel overduidelijk. En om een sterke band met je kat te krijgen of om die sterker te maken, is het dus belangrijk dat je om een consent vraagt. En dat doe je in 3 stappen. Allereerst is het belangrijk om te kijken naar het moment van het knuffelen. Is je kat al bezig met wat anders? Is hij bijvoorbeeld aan het eten? Dan is dat niet het meest uitgelegen moment om nou eens lekker te gaan knuffelen. Laat hem dan ook gewoon lekker zijn ding doen. Het allerbeste is om je kat naar jou toe te laten komen. Wat ook een goede manier is, is om je kat uit te nodigen om naar je toe te komen. Als de kat daar vervolgens positief op reageert, dan kiest de kat er dus zelf voor om op dat moment contact met jou te hebben. Als de kat dicht bij je is, bied je vervolgens je hand aan de kat om daaraan te snuffelen. Je doet dan nog niks. Je wacht de reactie van je kat af en je kijkt naar zijn lichaamstaal. Als je kat niet reageert, of als je kat zijn kopje wegdraait of zijn lijf wegdraait, dan weet je dat je kat er geen zin in heeft. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als je handen stinken. Als jij bijvoorbeeld een lekkere sinaasappel hebt gegeten of je hebt je handen net lekker gewassen. Dat ruikt voor katten heel erg vies. En de kans is heel groot dat je kat die geur niet aan zijn lijf wil. En dat hij dus ook niet wil dat jij met je handen in de buurt komt. Hallo lieve jullie. Jij zo lekker daar. Je koeletje. Ik heb net mijn handen gewassen. Hallo, hoe is het met jou? Hallo lieve hondje, ben jij een koeletje? Ook niet? Ik heb stinkhanden geloof ik, hè?
net gewassen handen, vervelend. Ja, ook vervelend, hè? Je wil ook liever niet geëten, Eli? Nee, doen we dat niet. Als je kat daarentegen eigenlijk al min of meer met je hand begint te kroelen, dat is een heel positief signaal. Dan wil je kat heel graag geëit worden. Als je kat met zijn wangen tegen je hand aanwrijft, dat is ook een positief signaal. Daarmee zegt de kat ook, ja, ik wil graag geëit worden. Als je kat een kopje geeft tegen je hand, dat is eigenlijk ook een ja. Daarmee geeft je kat toestemming, daarmee geeft hij consent dat hij geëit wil worden. Kleine Lee. Hallo. Ja, ik hoop je. Ja. Ben je zo meteen aan het likken? Rikket. Is jouw komen weer? Ja. Op het moment dat je die toestemming hebt, dan kan je je kat natuurlijk ook met een gerust hart aaien. En dan kan je die wederzijdse positieve interactie samen hebben. Dat versterkt de band tussen je kat. Zeker als je dan ook nog rekening houdt met de plekken waar katten graag geëit willen worden. Dus rond die kop, basis van de oren, de kin en de nek. Als je iets gehad hebt aan deze video of als je het een leuke video hebt gevonden, neem dan even de tijd om op die like te drukken. Als je een vraag hebt over je kat, stel die dan hieronder in de reactie. Wil je echt gericht advies hebben over je kat, dan raden we je aan om even een belafspraak te maken. Dat kan via de website, via www.lekkerinjevacht.com. En ik zie je de volgende keer graag weer. Doei!